Gaan we het hebben over het hutsfilmpje, wat viral ging, waarin twee bokserse dames in één keer, in één klap BN'er werden. We gaan het hebben over een duif die maar liefst 35.000 euro opbracht. Het moet niet gekker worden. En we gaan het hebben over het SBS6-programma Saved by the Bell, waarin een boksers jongetje meedoet. En dit alles onder de muzikale begeleiding van talent Nina van de Heuvel. Het is 31 januari. Ik zeg proost. Als het goed is, zit mijn kerstverse dochter, 2,5 week oud, Lena, ook te kijken. Dus Lena, welkom, welkom. Ja, Saved by the Bell, het nieuwe SBS6-programma waarin mondige kinderen tussen de 8 en de 12 allerlei vragen aan bekende Nederlanders mogen stellen. En dat moet natuurlijk zo spannend mogelijke vragen worden. En er zit een boksers jongetje in, namelijk Vince. Ja. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. En je bent met je moeder, met Ingrid. Ja. Toch? Ingrid ook welkom. Ja, dankjewel, dankjewel. Hey, Vince, hoe is het nou? Hoe voelt het nou om in zo'n programma mee te doen? Nou, eigenlijk wel leuk. Ja? Wat maakt het voor jou dan zo leuk? Om gewoon BN'ers te ontmoeten. Om BN'ers te ontmoeten? Ja. Dan ben je fan van BN'ers? Ja. Ja? Wie is jouw favoriete BN'er? Dylan Hagens. Dylan Hagens. Ja, die is volgens mij een bekende YouTuber, hè? Ja. Ja. Hey, en eergisteren was er ook een aflevering, hè, van Saved by the Bell. Welke BN'er zat daarin? Ali B en die andere ben ik vergeten. Victor Mits, ja. Victor Mits, oh, die goochelaar. Ja. Vind je dat nou spannend als je dan zo die BN'er ziet? Ja. Ja? Ja. Ja? Hoe bereid je je eigenlijk voor? Want het is de bedoeling dat jullie vragen stellen aan de BN'ers, hè? Ja. Natuurlijk zo goed mogelijke vragen. Hoe bedenk je die? We denken ze en dan schrijven we ze op bij het researchje. En dan kiezen we een beetje de beste uit en dan gaan we ze uitzenden. Ja. Deze mag je ze stellen. Hier in het schriftje staan dus de vragen die Vince heeft mogen stellen. Oh, die hebt het schriftje helemaal. Ja, daar staat dus precies in bij welke BN'er welke vragen gesteld zijn. Wat leuk. Voor hem. Ja. Oké. Okay. Dus dan kun je ook echt zien dat ze zelf opgezocht zijn. Maar hebben jullie dan thuis al met z'n tweeën bijvoorbeeld wat vragen bedacht? Want ik neem aan, jullie krijgen denk ik een lijstje met BN'ers? Nee, daar zijn we echt voor een heel sum gegaan en hebben ze echt met de kinderen onder elkaar gedaan. Echt? Dus daar hebben wij ons niet mee bemoeid, ja. Yep. Hoe is het voor jou als moeder om je zoon in zo'n programma mee te laten doen? Ja, ik ben heel trots. En het was natuurlijk heel spannend allemaal, want hij mocht niks vertellen. Dus iedere keer als we meegingen en we gingen naar huis, zei ik, wat is er nou gebeurd? En dan zegt hij, ja, ik mag niks vertellen. Dus wij wisten gewoon van niks. Ja. Dus nou is het iedere keer een verrassing als je op tv komt wat er in beeld gebracht wordt. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, ja. Ja, want Vince, moet je alles geheim houden? Niet alles. Je mag wel zeggen dat je op tv komt, maar je mag niet zeggen welke BN'ers. Op het begin mocht je niet zeggen welke BN'ers er allemaal komen. Ja. Maar later ja, mocht steeds iets meer en uiteindelijk... Toen uiteindelijk als alle opnames werden gemaakt, dan mocht je vrij vertellen. Ja. En hoe ben jij in dit tv-klasje, want zo kunnen we het noemen, hè? Want het zijn volgens mij allemaal kinderen uit ergens anders vandaan, toch? Ja. Hoe ben je hier in dit klasje terechtgekomen? Op Facebook zagen we het staan. Ja. En toen heeft mama gekeken. Toen kregen... En toen heeft mama me aangemeld en toen hebben we casting gedaan. En toen weer casting en toen werd het steeds wachten en toen zat ik er in één keer bij. Maar je klinkt heel relaxed over, ja, we hebben casting gedaan. Maar hoe gaat nou zo'n casting? Nou, die casting, dat is gewoon een beetje... Ook een beetje, je krijgt een gek gevoel van binnen in ieder geval. Ja? Wat voor gevoel? Spannend, hè? Ja. Een soort kriebels in je buik? Ja. Hetzelfde of?
Nee, nee, niet echt. Hey, en ik hoorde ook iets, en daar gaan we zo naar kijken. Je moest iets van een filmpje maken, of een vlog maken, klopt dat? Ja, ja. Hij is ook een bekende vlogger, maar hij vindt het ook heel leuk om te vloggen. Ja. Zullen we daar eens even naar kijken? Ja. Oké. Okay. Mijn schoonzoon kijkt naar nieuw vlog. Ik ben Vins en we zijn vandaag in Malaga stad in het fijn meme spelen. Kijk dan hoe hij dat doet. Ja. Kijk wat er gebeurt als er een muntje erin doet. Nou, wat leuk. En we zijn er. Een afstandje. Dit is deze. Ik doe er een muntje in. Nou, wat een leuke man. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Doei! Duimpje omhoog. Of niet? Want je hebt een YouTube kanaal. Ja. Ja? En nu heb je de kans om te promoten, hè? Dus hoe heet je YouTube kanaal? Ja, kijk op mijn YouTube kanaal Vins B en abonneer op mijn kanaal. Bom, bom, duimpje omhoog. Yeah! Ja, dat bedoel ik. Hoppakee. Hey, even terug naar het programma. Waar wordt het programma eigenlijk opgenomen? Bij een school. Bij een school ergens in Hilversum. Mm-hmm. In Haarlem. In Haarlem. Ja. Ja. Dat was op in een weekend, dus dan is er geen kinderen en al. Ja. Dus dan hebben ze een groot klaslokaal, staat dan daar helemaal klaar. En dan gaan we daar heen en dan wordt het opgenomen. Ja. Heel dus losjes. Dus jullie mogen iedere keer heen en weer mochten jullie rijden? Wij zijn 2,5 maand iedere zondag naar Haarlem gereden. Oh, echt joh? Ja. Ja. En moet ik me dan voorstellen, want dat er dan iedere zondag ook één aflevering opgenomen is? Nee, het waren twee BN'ers per zondag. Okay. Maar ze hebben ook research, of zeg maar de intro hebben ze opgenomen op zondag. En nog research momenten. Dus ze zijn, hebben we 8 keer hebben we echt opnames met BN'ers gehad. En 3 keer dat we echt research opnames hebben gehad. Ja, nee, toch? Ja. Nee, in Haarlem niet. En dan hebben we nog een paar keer in Hilversum geweest. Oh, ja. Hey, en Vince, je zei het net al, hè? Dylan Hagens is eigenlijk jouw grote voorbeeld. Hè? Dat vind je de vetste BN'er. Maar even naar het programma kijkende. Welke BN'er het programma? Want Dylan doet niet mee, toch? Of wel? Jawel. Wel, doet hij wel mee? Ja. Oh, daar ben ik. Oh, yes, wat vond je het mooiste wat Dylan heeft gezegd? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Eigenlijk best wel lang geleden. Ja, dat is natuurlijk alweer even terug. Ja. Of heeft hij indruk op je gemaakt? Ja. Ja. Hij heeft een hoe heet ook alweer, een weet je wat editen is? Ja, ik weet wat editen is. Ja, hij heeft een goed editprogramma heeft hij aangeboden. Ja, ik weet niet hoe die heet, want mijn gedachte is echt helemaal weggegaan. Ja. Maar ik weet niet hoe die heet, maar dan moet ik even terugkijken. Misschien kun ik die gebruiken om mijn dingen beter te maken. Ja, dat is wel heel goed inderdaad. Hey, en heb je wel een handtekening van Dylan gekregen? Ja, van het hele team. Oh, van het hele team? Ja. Oh, je hebt alle BN'ers in je boekje staan? Ja, zeker. Yep. Wow, wat vet. Dylan Hagens. Oh, wat cool. En oh, wauw. Ik weet niet of je alles al mag laten zien, maar... Ja, maar die zijn geweest wel, denk ik. Oh, Rico Verhoeven ook? Ja. Hoe vond je dat, Rico Verhoeven? Daar was ik niet bij, maar op tv te zien lieten ze op het begin wel heel erg schrikken. Ja. Ja. Hey, en heb jij nou zin in een tv-carrière? Ja. Ja? Dat wil vet zijn. Ja, en hoe zie je dat voor je? Gewoon af en toe een tv-programma opnemen en dan op de bank zitten. Of gewoon lekker naar jezelf kijken. Ja. Ja, ja. Of wil je een hele grote YouTuber worden? Dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Beide. Ja. Hey, in welke school zit je? Molenwijkschool. Oh ja. En hoe vinden jouw klasgenootjes het eigenlijk dat je aan dit programma meedoet? Nou, eigenlijk heel jaloers zijn ze. Ja? Ja. Wat zeggen ze dan allemaal? Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Ja.
Dat is het meeste wat ik eigenlijk hoor. Ja? Ja. En hebben ze nog geen handtekening van jouzelf gevraagd? Nee. Vet man. Dat komt nog wel. Ja, dat komt nog wel. Hey, en die filmpjes, zo'n filmpje wat we net zagen. Ja. Bedenk je dat helemaal zelf? Ja. Dan denk je van, nou, nu zie ik iets vets. Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ik loop gewoon rond en als ik nou twee dingen zie, ja, twee meme-spelers, dan denk ik, ik ga eerst naar die ene en dan neem ik op. En dan ga ik gewoon, want toen wist ik nog niet hoe ze ik moet editen, dus dan ren ik er vol gas naar die andere. Ja. En dan, ja, dan ga ik gewoon verder. Ja. Dus eigenlijk als ik langsloop, dan krijg ik vanzelf ideeën. Ja. Hey, Vince, ik zit eigenlijk even te denken. Hè. Mama is er natuurlijk wel bij nu, dus we moeten natuurlijk mama ook een beetje aangekijken. Maar is het niet eens een idee om iets met de omroep te gaan doen? Om jouw tv-carrière eens te beginnen? Is wel lekker dichtbij. Is wel lekker dichtbij. Hè? Ja. Of niet? Om eens een keer na te gaan denken of we niet leuke filmpjes voor Dommeland Live kunnen gaan maken. Zo. Ja. Dat is zoiets. Of dat we iedere week, weet ik wat, een live vlog van Vince hebben. Ja. Zoiets? Ja. Gaan we over praten. Ja, en ik moet ook één ding tegen jou zeggen. Wat doen die beschuit met muisjes op de tafel? Ja, die beschuit met muisjes. Ik heb net een kindje gekregen. Oeh. Een dochtertje. Een meisje, ja. Lena Guusje. Ik zei het net al, ze zit te kijken, maar ze zal er niet heel veel van meekrijgen waarschijnlijk. Nou, gefeliciteerd, hè? Ja. Dus wederheen? Jo. Pak maar, hoor. Ja. Hé, hey, en zullen we dat afspreken? Gaan we daar eens een keer met mama ook over kletsen? Ja. Eens kijken of we daar eens een keer iets mee voor kunnen doen. Deal? Ja. Dan heel veel succes en zet hem op. En we gaan allemaal naar jou kijken bij Safe by the Bell. Ja. Ingrid ook, dankjewel. Ja, dat je er was. Graag gedaan. Top. Ja, ik zei het net al, we hebben een talent in huis, een muzikaal talent. Nina van de Heuvel, hè, ze heeft in 2017 in het Parktheater in Eindhoven namelijk de Orion Music Award gewonnen. Zeg ik het goed? Ja, zeker. Ja. Precies. Hey, Nina, voor de mensen die jou niet kennen, waar kom je vandaan? Ik kom uit Schijndel en daar leef ik. En hoe ben je ooit begonnen hoe mogen we jou noemen? Singer-songwriter? Of? Ja, muziekliefhebber. maar hoe ben je ooit begonnen eigenlijk? Ik heb eigenlijk mijn hele leven al wel gezongen. Alleen toen ik 8 was, toen was er bij ons in Schijndel was er een talentenjacht. En daarbij deed ik toen een lied van Kinderen voor Kinderen zingen en dat won ik toen. En dat gaf mij wel echt die kick om en het zelfvertrouwen ook om verder te gaan. En, Je maakt nummers. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ik ben wel groot fan van de Beatles. Mm-hmm. Die vind ik heel, heel goed, heel leuk. En vaak dan schrijf ik liedjes en dan denk ik er niet echt over na, maar dan hoor ik wel van mensen terug van, oh, dat klinkt wel, ik hoor wel dat daar iets van de Beatles in zit. Dus dat en voor de rest gewoon wat ik in dagelijks leven tegenkom of wat mij opvalt of dat soort dingen. Ja, cool. Ja. En wat ga je voor ons zingen? Ik ga nu een lied van de Beatles doen, While My Guitar Gently Weeps. Oké, zet hem op. Nina van de Heuvel. Sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping while my guitar gently weeps. I don't know how no one control you. They should have told you. From the wing at the play you were staging while my guitar gently weeps. But I'm sitting here doing nothing but aging while my guitar gently weeps. I don't know how you are inverted. I don't know how
since it's turning. Well, my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Well, my guitar gently weeps. Boy, Dina van de Heuvel! Woehoe! Ja, inmiddels bij mij op de bank Berry van de Brand. En hij legt zo meteen uit hoe het kan dat topduiven tegenwoordig zo ontiegelijk veel geld opleveren. En naast hem Natasja Willems en José Gerrits. En die hebben een filmpje opgenomen over hun hutskleding. En die gingen deze week viral. Daar gaan we dadelijk met deze twee dames over praten. Berry, we beginnen bij jou. Oké. Okay. Hoe lang zit je eigenlijk in de duivensport? Al lang, van mijn 10 jaar af. Van je 10 jaar af? Nou, ook ben ik 51. Maar hoe kom je in de duivensport terecht? Ja, we hadden een sierduiven en een paar postduiven erbij. En nou, een oom van mij naar duiven. Een paar ooms, als opa naar duiven gaat. Ja. Dus ze zaten ook een beetje in. En, ja, een beetje in de familie misschien. Ja. Ja, we zijn zo een beetje op duiven begonnen en ja, ik vond het altijd leuk. Ja. En dan hebben we daar steeds verder uitgebouwd, zeg maar. Ja. En even voor mijn beeldvorming, hè? Want de duivensport, wat even in een notendop, wat houdt de duivensport nou exact in? Ja, de omgang met de duiven en de duiven kweken natuurlijk. Nou, we zijn weer aan het kweken en dan straks begint het vliegseizoen. En ja, dan moet je duiven africhten en... Nee, maar ik bedoel de sport zelf. Wat houdt die sport in? Is het echt van hoe de duif eruit ziet? Of is het dat je wedstrijden doet? Ja, wedstrijden eigenlijk, hè. Ja. Dat bij postduiven is eigenlijk de hoofdzaak. Ja. Je hebt ook sierduiven, dat is weer een andere hobby. Ja. Maar bij ons is het echt het vliegen, zeg maar. Dus dan moet ik me voorstellen, je gaat ergens naar een bestemming toe en dan... Gaat het dan op wie het snelst thuis is? Of? Ja, wie het snelst thuis is natuurlijk. Oh joh. Anders is het geen wedstrijd natuurlijk. Nee. Maar rij je dan helemaal weet ik wat naar Spanje toe? Of? Ze gaan naar, in het begin dan gaan ze naar België, ja. 100 kilometer. En dan 500 kilometer, zeg maar. En 1000 kilometer zijn dan marathonvluchten, noemen ze daar. En dan, dat is beginnen bij 100 kilometer. Dat is 100 tot 300 is zeg maar vitesse en dan van 300 tot 500 is midfond. En dan vliegen we van april tot en met september, zeg maar. Kijk aan. Een half jaar. Want dan is het mooi weer of zo? Dan is het beste weer eigenlijk, ja. Ja, ja, ja. En dan, in september beginnen die duiven te ruien, dus ja, dan kun je er niet meer mee vliegen. Ja, ik heb er helemaal geen weet van. Nee, echt niet, hè? Jij vertelt alsof het de normale zaak van de wereld is. Ja, ja. Voor ons is het Chinees, om het zo te zeggen. Ja, ja, ja. Daar gaan we het zo ook over hebben. Ik hoor ondertussen, komt er even een nieuw zendertje. Dus ik hoort er ook bij, hè, bij live televisie. Je werd op een gegeven moment gebeld. Oh, door een Chinees. Nou, nee, dat was zo niet allemaal. Is het anders gegaan? Dat is anders gegaan. Ik heb al uit een duif verkocht, ja. Maar dat was niet aan een Chinees. Oké. Okay. Maar Chinezen geven inderdaad wel veel geld voor duiven. Ja. En die geven echt wel heel grote bedragen. Ja. Ja. Die, maar bij Omroep Brabant is dat toen geweest, maar die hebben het een beetje verdraaid. Dat was niet echt zo. Ik heb toen wel een duif verkocht, maar niet aan een Chinees. Oh, maar ik heb wel duiven verkocht aan Chinezen, maar niet voor zo'n grote bedrag. Maar even, dan is de media gewoon verkeerd gegaan. Ja, dat was een beetje verkeerd gegaan, ja. Okay, ze hebben het een beetje verdraaid. Okay. Ik heb wel een duif verkocht, maar voor veel geld. Maar dat was niet aan een Chinees. Ze hebben het iets mooier gemaakt. Ze hebben het aan een Chinees gebeurd was, ja. Maar die geven inderdaad wel veel geld voor duiven. Ja, maar hoe komt dat ze zoveel geld geven dan? Ja, die gokken heel veel, hè. En daar is heel veel te verdienen bij duiven. Er is, ik weet niet precies, maar zeg maar 6 weken geleden of 2 maanden geleden, is er daar in China een duif verkocht voor 2,7 miljoen. Nou, een duif? Eén duif, ja. Die duif had 12 auto's gewonnen, geloof ik. Ook op zo'n, die duif had 12 auto's gewonnen? Ja, in China. Dat was zo'n...
Ik heb het sorry, ben ik heb het gevoel dat ik in een hele slechte film zit. Die duif heeft 12 auto's gewonnen. Elf of twaalf auto's had hij gewonnen, geloof ik. Maar dat was bij haar, dat zijn van die races en daar kunnen heel veel geld op in en prijzen. Yeah. En die duif had helemaal kopprijzen gevlogen. Yeah. En die duif is naar de rand al verkocht en heeft die vent die duif gekweekt had, die heeft hem teruggekocht. Voor 2,7 miljoen. Maar ja, dat is natuurlijk abnormaal en dat gebeurt ook bijna nooit. Voor 2,7 miljoen? Maar gewoon een normale duif, zeg maar, die beste duif van Nederland wordt of zo, die zijn wel rond de 40.000 euro zijn die wel waard. En die gaan ook dikwijls naar China toe. Maar die duif van 2,7 miljoen, dat was de Frenkie de Jong onder de duiven. Ja. Maar dat is ook niet normaal natuurlijk. Nee. Maar heel even terug naar jou, naar de duiven van jou. Je hebt een duif die heeft 35.000 euro opgebracht. Die heb ik toen gehad, ja. Maar dat is al een paar jaar geleden, hoor. Maar hoe gaat dat even? Want door wie is die gekocht? Die is door een Nederlander gekocht. Door een Nederlander, oké. En jij verkoopt meer duiven, neem ik aan, toch? Ik verkoop wel ooit meer duiven, maar niet voor zo'n grote bedragen. Nee. Dat zijn maar kleine bedragen eigenlijk. Ja. Maar hoe kan het dat een Nederlander dan... heeft dat dan te maken met de snelheid van de duiven of wat... Hoe kan het dat die prijs zo oploopt? Is dat gewoon handje klap? Of, ik denk dat de Nederlandse en de Belgische duiven die het meeste geld opbrengen, denk ik. De Belgische duiven nog meer is de Nederlandse duiven. De topduiven dan, hè? Want? Ja, die zijn het meeste gewild, denk ik. Maar kijk, de meeste duiven... Het is niet zo dat daar ook Belgische sportartsen bij betrokken zijn, net als bij het wielrennen. Nee. Maar de meeste duiven, ja, kijk, dat zijn allemaal extreme dingen, die dure duiven. Maar de meeste duivenmelkers, die hebben natuurlijk allemaal, die hebben maar gewone duifjes, hè, van een paar tientjes. En daar kun je ook leuk mee meedoen. Ja. En daar kun je ook plezier mee hebben. Leef jij van de duiven eigenlijk? Nou, nee, ik leef niet van de duiven. Nee. Kost toch gewoon veel geld. Ja. Kijk, voer en alles en... als je meedoet, dat kost ook, als ik 70 of 80 duiven meedoe op een vlucht, kost ook gewoon veel geld. Ja. Hè, dus ja. Het is allemaal, en als je dan een keer een duifje kunt verkopen, ja, dat is leuk, dan kun ik een beetje daar de zaak van bekostigen, zeg maar. Maar het is echt niet zo dat er rijk van wordt. Hé, en ik heb begrepen, je hebt ook een duif meegebracht. Ik heb duiven meegebracht. Moet ik hem laten zien? Ja, graag. Even kijken. Ik heb er twee meegebracht. Je bent er niet bang voor duiven, hè? Nee. Ik zat mij aan rijk te rekenen, hè? Ik was al een duiventillenbouw. Goeie handel. Ja. Ik denk dat ze de winkel doen weg en de happelijkheid. Dit is een jongen, ik zal een jongen brengen, misschien wel leuk. Ach. Dus deze is ongeveer, ik denk 3 weken, nog net niet. 20 dagen. Geef je duif ook allemaal een naam? Nee. Sommige ja, wordt een hele goede net ooit misschien. Maar anders niet. Ik noem ze altijd met het achterste ringnummer. Ze hebben een ring aan, zeg maar, en dan noem ik ze meestal bij het achterste nummer. Oké. Kijk, deze net, dat weet ik nog niet eens welk nummer het is. Dus, maar kijk, ik heb een beetje stront op. Ik heb nooit zo'n item hier gebracht op deze manier. Nee, dit is 1538, dan noem ik hem zeg maar 538. Heb je dan ook James Bond bij je? Nee, ik heb hier wel nog een oude bij. Even kijken. Ik zou Natasja noemen. Ja, dat kan ook nog wel. Ja. Dat is een doffer. Dus heb je ook, maar heb je dan ook 112? Welk? 112? Heb je dan ook 112? Ja, die gaat natuurlijk heel stijl. Ja. Even kijken. Ja. Dit is een oude duif. Ja. Maar dit zijn toch gewoon, even voor mij, dit zijn duiven die ik ook op straat zie. Die lopen ook wel op straat van duiven, ja. Yeah. In de vluchtwerk blijven of zo. Overal die het lopen, die zwerfduiven, dat zijn meestal wel ongeringde. Ja, precies. Deze is geringd. Dit is zeg maar gewoon een ring, die gaat er niet meer af. Die krijgen ze als ze een week zijn. En dit is de shipring, zeg maar. Daar worden ze mee de klok, zeg maar, als ze thuis komen van de vlucht. Oké. Okay. Het is zo'n hele... Ja, het is voor mij een hele andere wereld, joh. Ja. Voor jullie niet? Ja, voor mij ook. Ik denk dat hij zo blijft zitten. Ja, ik heb waast. Ja, maar goed, zo met die vleugels. Ik denk hij sput er tegen. Nee. Dat wil ik eigenlijk weten. Want ik zei net, op straat zie je deze ook.
Ik neem aan, duiven, hebben die ook stambomen dan? Of ja, ja, ja. Bij, maar wat als er nou een straatduif op een van jouw geringde duiven duwt? Ja, dat kan bijna. Ja, die duiven worden mee kweekt, die zitten meestal apart. Ja? Dus er kunnen geen andere duiven bij komen. Die kunnen er niet bij. Dus okay. Dat is... Hey, maar even terug naar het geld. Hè? Dan die duiven brengen enorm veel geld op. Sommige duiven. Hoe zit het dan met diefstal eigenlijk? Ja, dat gebeurt ook wel als ze duiven weghalen. Maar kijk, als ze een goede duif weghalen, dan kunnen ze een andere kant er niet veel meer doen, want ze kunnen er niet meer vliegen. En ze kunnen er wel uit kweken, maar ze kunnen ook niet zeggen natuurlijk van het is een jongen van die en die duif. Als ze hem weggehaald hebben, dat gaat ook niet. Dus daar valt in principe valt er wel mee. Ja. Als iemand een topduif heeft en iemand zou die duif weghalen, dan kunnen ze er eigenlijk niet veel meer doen. Ja. Want ze kunnen er geen jongen van verkopen. Nee. Hè, want ze kunnen niet zeggen van het is een jongen van die en die duif. Nee. Als hij weggehaald is, zeg maar. Ja. Het is voor mij een hele aparte wereld, Berg. Ja, haal ik aan. Heb je nog een duif waarvan je denkt van nou verwacht ik binnenkort. Verwacht ik toch mijn vakantie naar Aruba te kunnen betalen? Ik heb momenteel wel een hele goede duif. Die op het laatste van het seizoen heeft hij supergoed gevlogen. Dus ik hoop dat hij dit jaar doorzet. En dan, niet veel om te verkopen hoor, want dat is mijn bijzaak. Zo, de schoorsteen moet ook roken. Ja. Ja, maar het zou gewoon leuk zijn voor de sport. Het is gewoon leuk hè, als je een echte goede duif hebt. Ja, ja. Die, mooi. Fijn dat je in de studio was. Hele andere wereld wat dat betreft. Super dank. Ja, mooi. Dankjewel. Blijf lekker zitten nog even. Ik zal hem even terugzetten. Ja. Nina, daar ben je weer. Jij gaat nog een liedje zingen. Ja, klopt. Take it away. Je kijkt, je loopt, je gaat, je doopt je helemaal in. Ik snap het goed. Je lult, je raakt geduld al helemaal kwijt. Ik snap het goed. Je wilt het wel, maar kan het niet. Ligt voor je neus, zodat je het ziet. Ik snap het goed. Lastiger dan hoe het lijkt. Je raakt die motivatie kwijt. Ik snap je goed. Lopen naar het einde van de wereld voor geluk. Zonder dat verdomde geluk kun je ook gelukkig zijn. Je voelt je kut, je voelt je rot, je vraagt je af, is dit mijn lot? Ik snap je goed. De weg is rechts, je voelt je zat, je wankelt wat en plopt dan weer neer. Ik snap je goed. Lopen naar het einde van de wereld voor wat geluk. Zonder dat verdomde geluk kun je ook gelukkig zijn. Zonder dat verdomde geluk. Je kijkt, je loopt, je gaapt, je doopt je helemaal in. Ik snap. Je kijkt, je lult, je raakt geduld al helemaal kwijt. Ik snap het goed. Je wilt het wel, maar kan het niet. Ligt voor je neus, zodat je het ziet. Ik snap je goed. Lastiger dan hoe het lijkt. Je raakt de motivatie kwijt. Ik snap je goed. Woe! Nina, dankjewel. Ja, zo nog meer muziek van Nina. Het volgende, Natasja en José en hun collega's van de winkel All About The Woman hier in Boksel. Die zetten voor de grap een filmpje op Facebook. En een paar dagen later ging het viral. Waar is landelijke televisie, radio, et cetera. Dat was één groot gekhuis. En het ging allemaal om dit filmpje. Kijk mee. Hey Niffo's van Boksel en omstreken. Wij spelen in de nieuwste garage. Superleuk voor de carnaval. Hutshirtjes, carnavallen aan Niffo.
gewone shirtjes met Hutch, leuke hoodies, petten, mutsen, mokken. We krijgen leuke borrelglaasjes met kiekkoorten en superleuke handige, makkelijke heuptasjes. Kom eens kijken bij Natasha Fashion of hou mijn pagina in de gaten. Groetjes! Dat was wat. Natasha José, dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Hoe hebben jullie de afgelopen dagen beleefd? Ja, raar. Ja. Echt in een roes, hè? In een roes, ja. 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 Ja, slaat natuurlijk nergens op. Laat het maar gebeuren, hè? Ja, want er kwam veel over jullie heen, hè? Het filmpje ging in één keer viral. Ja, dat was 5000 keer per kwartier. Per kwartier? Per kwartier. Want hoeveel staat de teller nu dan? Hij staat op 4, iets meer als 1,4 miljoen. Ja. Zo, ja. Zeg. Jij gaat nergens over. Ongelooflijk. Ja. Maar heel even terug, hè? Want even voor mijn beeldvorming. Wie en waarom, hoe kwam dit idee? Nou, ik zat dinsdags bij de open haard lekker en, op mijn Facebook. En toen dacht ik, ga John Timmermans bellen. Ja. En ik laat wel leuke teksten op shirtjes bedrukken. En toen kwam ik eigenlijk in één keer, toen heb ik John gebeld. Ik zeg, doe maar Hutch aan Nivo. En die zegt, Natas, waar is dat nou? Ik zeg, ja, ik weet het ook niet. Dat zeggen mijn dochters altijd, ik moet het altijd zeggen. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Die kwamen vrijdagavond eigenlijk in de winkel. Die kwamen alles brengen. En toen wouden we er foto's van maken. En toen zei volgens mij John of Astrid, maak een filmpje. Dat is leuker. Ja. Nou, toen zeiden we eigenlijk, hè, dan gaan we ons eigenlijk nog wel even verkleden. Te kort rokje aan, te strak shirtje. Die zinnen nog het shirtje zitten strak. Ik vind het tas niet erg. Ik zeg, nou, we doen het gewoon zo. Ja. En ja, goed. Maar toen, hallo. En toen ontplofte de telefoon. Maar, want Philip is opgepakt, Dumpert. Ja, door iedereen volgens mij. Mac, werd op allerlei televisiezenders getoond. Jullie hebben kennelijk een briljant idee te pakken, of niet, José? Ja, blijkbaar wel. Ja. Maar dan hadden wij zelf niet zo in de gaten dat er zo was. José was nog boos, eigenlijk, hè? Of boos. Ja, niet boos. Het moest eraf. Want? Het moest er, Guusje, mijn dochter, die was natuurlijk ook allemaal niet zo blij. Ja. Want iemand reageerde natuurlijk ook, je zou zo'n moeder hebben. Dus die was natuurlijk ook niet zo blij. En José had ook zoiets, nou, Natas, doe maar niet, hoor. Al die opmerkingen. Ja, ik ben dan heel nuchter. Dan denk ik, ja, ik snap dat jeugd me een oude doos vindt die daar interessant aan toen is. En je leest gewoon die reacties niet. En ja, goed, we laten het staan. Ja. En goed. Nou, we hebben het goed uitgepakt. Ja. Het stond op internet. Wie zag het voor de eerst? Wie zag het op een gegeven moment dat het viral ging? Wie had het voor de eerste keer door? Van, er gebeurt hier iets met dit filmpje, dit is ongelooflijk. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, allemaal natuurlijk. We zaten allemaal naar het filmpje te kijken en het bleef maar bijkomen. Ik dacht eerst, de telefoon is kapot. Ja, het werd gedeeld. Ja, serieus, hij deed zo raar. En toen hebben we gebeld, hè, ja, naar elkaar. En toen belde John Timmermans van, ja. Wat gebeurt hier, ja? Nou ja, mijn telefoon was niet kapot. En toen de dag erop, SBS6 en Omroep Brabant, ja. 538. Ja, hoe was dat? Ja, ik natuurlijk. Ik was in Duitsland. Nee, ja. 538 niet. Die andere SBS radio. 6. SBS 6, ja. Nou, serieus, ik was kleren aan het passen. De broek voor hier. Ik denk dat ik een nette broek aan heb. En ik stond daar en toen zegt hij, het duurt nog twee nummers en dan ben je. Oh, het sloeg op mijn stem. Droge mond. Nou ja, goed, toen ging het wel vanzelf. Maar dat is natuurlijk hartstikke eng, ja. Ja, ja, ja. Hey, en jullie hebben vervolgens het online gezet, de verkoop van de shirts en et cetera. Hoe gaat het daarmee? Ja, bizar. Als een tierenlier. Ja, maar even eerlijk. Hè, want even tussen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Welke aantallen praten we dan? Wij praten nou, denk ik, op een 500, denk ik, ondertussen dat we zitten. Ja, precies. Denk ik. Ja. Dus geen duizenden, mensen denken ooit duizenden, de webshop dan, hè? Ja, precies. Want dan zijn ook mensen die zeggen, oh, duizenden, hè? Nee, geen duizenden.
Ja, misschien kun je dan nu investeren in een duif. Nou, ik was net al in mijn gedachten een duiventil aan het bouwen in de winkel. Maar ja, nou hoorde ik tenminste maar een paar tientjes, toch? Ja. Alle weddenshirtjes. Ja. Zit niet op, hè? Ja. En komen er ook mensen naar de winkel toe nu eigenlijk? Ja. Ja? Ja. Ja. En wat zijn de reacties dan? Positief. Meestal zijn we positief. Ja. Ja. Ook al is iedereen positief. Ja. En trouwens, ik vind op Facebook ook allemaal positieve reacties. En natuurlijk vindt jeugd hoe dom, logisch. Toen ik vroeger een jaar of 14, 15 was en ik zag iemand van 40 of 45, die vond ik ook een oma. Want zo is het er gewoon. Dan denk je, ja. En die zat daar in de korte rokje met een verkeerde panty. Ja. Alles verkeerd uit te spreken, het. Ja. Op zijn plat boksels natuurlijk. Ja. Nou, ik kan er helemaal wel van inzien. Ja. Het is natuurlijk een fantastische marketingstunt, hè? Ja, dat was het. Voor alles eigenlijk. Maar meestal denk je daarover na. Dan maak je plannen voor. Ja. Dat hadden we niet gedaan. Ja. Maar kunnen we bij, van jullie, als deze storm een beetje is gaan liggen, nog andere dingen verwachten dan? Nee, ik heb altijd wel een beetje filmpjes gedaan, maar ik ga nou niet zo gek doen. Nee, snap je? Nou ben ik wel een beetje klaar. Nou gaan we gewoon weer spullen verkopen. Nee, het is nou niet dat ik nou SBF zou bellen van nou heb ik een andere stunt. Nee, Ik richt me weer op de kleding voor. En dan had ik het nou goed begrepen, want de Block Party en Esco, dat zijn volgens mij de gasten die dit nummer hebben gemaakt. Die hebben jullie ook uitgenodigd om naar Boksel te komen? Ja, die hadden we uitgenodigd. En toen was ik bij 538 en ik had zoiets, daar kan twee kanten in gaan. Of die branden me af. Of die zijn echt heel leuk. Nou, ik moet zeggen, ze waren echt heel leuk. En ze hadden een verrassing en toen was Esco aan de telefoon. Ja. Nou, toen begon mijn hart te kloppen. Ik denk, nou gaan ze daar misschien wel een schade claimen. Daar had ik natuurlijk ook al wel ondertussen over nagedacht. We weten nu de cijfers. Die gaat natuurlijk 250 van die shirts. Dus ik denk, waar gaat dat naartoe? Maar die vond het hartstikke leuk. En die had eigenlijk toegezegd dat hij zou komen. Vrijdag of zaterdag. Nou heb ik vandaag nog contact gehad met het management. Hè? Ja. Vrijdagavond, ja logisch, die jongens hebben optredens. Dus ik hoop heel erg op de zaterdag. Mocht het nou niet lukken, willen we niet iedereen teleurstellen. Nee. Dan gaan we hem zelf betalen. En dan... komt hij optreden? Dan komt hij de week erop. Ja. Even, misschien hebben we het er al over gehad, hoor, maar het gaat zo snel. Wat betekent het nou exact? Hutch. Ja. Want ik snap er helemaal niks van. Ja, maar wij zijn ook gewoon weer helemaal verkeerd geïnformeerd. Hè? Serieus, ik heb het net gehoord. Wel? Daar komt een Marokkaanse jongen binnen. Nou, die vond het helemaal geweldig, uit Boksel. Ah, oh, super Natalschip, maar een muts en een pet. Ik zeg, vertel me wat het betekent. Hij zegt, nou, dan heb je zo'n fles, zo'n lachgasfles. Die draai je open en dan hoor je Hutch. Ik denk, nou weet ik het, heb ik tegen iedereen verteld, SBS, iedereen. Maar hij bleek me verkeerd geïnformeerd te hebben. Blijkt niet zo te zijn. Wat is het dan? Nou weet ik het helemaal niet meer. Oh, nou, als mensen het weten, dan kunnen ze komen vertellen dan. Ja. Ik weet het ook niet. Ik denk, jullie kunnen het mij uitleggen. Nee. En Niffo weet ik, dat is straattaal voor neef. Ja, precies. Dat weet ik wel. Maar is het niet iets van de groet aan mijn neef of zo? Ja. Niffo. No, yo. Yes. Jullie gaan ook zo verkleed met carnaval? Nee. Dat niet? Ja, misschien één avondje. Jawel. Wel, één avondje. En dan met roze letters. Ik wil jullie heel erg danken dat jullie er waren. Nou, superleuk dat we mochten komen. Dat het filmpje nog maar een flinke boost mocht krijgen. Ja. En want het is toch bijzonder dat een keer zo landelijk uitgemeten wordt, toch? Ja, dat was het. Dankjewel. Jij super. Ook. En Nina, wordt dat bij jullie op school eigenlijk ook geroepen, Huts? Nee, niet echt. Nee? Niet dat ik weet. Is niet dat jullie ook dat, yo, Huts? Of nee. Hoe... ja, wow. jij gaat nog een mooi nummer voor ons zingen. Ja. En ik heb nog iets begrepen ook, want nu heb je de kans. Jij hebt ook volgens mij Instagram account. Zeker. Waar mensen je op kunnen volgen. Ja. Je hebt nu de mogelijkheid. Nina McCharmley. McCharmley. Er zit een soort verbintenis ergens. McCharmley. Paul McCartney. Ja. Mooi. Ja. Welk nummer ga je brengen? Een eigen lied en het heet Scared. Zet hem op. Okay. Nina van de Heuvel. Like
like an apple falling down from a tree. You're not the only one who will be free. Like the moon during a very starry night, you're not the only one who's shining bright. I can't love you till I die, 'cause I'm dying loving you. Simply cannot testify, I'm scared you're lonely too. I am scared of loving you. You are everything and everyone I need. I'm not the only one who will succeed. You are everything that ever made me mad. I'm the only one who said, I can't love you till I die, 'cause I'm dying loving you. Simply cannot testify, 'cause I'm scared you're lonely too. I am scared loving you. I'm stuck with luck I don't think I deserve. I'm stuck with luck I don't think I deserve. And I can't love you till I die, 'cause I'm dying loving you. I simply cannot testify, 'cause I'm scared you're lonely too. I am scared of loving you. I am scared of loving you. Nina, dankjewel. En zet hem op, hè, met je carrière. Dankjewel. Top. Dit was hem alweer. Wij zijn over 2 weken weer bij u terug. En willen jullie nu meer informatie, ga dan natuurlijk gewoon even naar onze website. www.omroepdommeland.nl. We hebben het vanavond gehad over het SBS-programma Saved by the Bell, waar Vince in meedoet, het boksende jongen. We hebben het gehad over de vele gelden die duiven kunnen opbrengen. En we weten nog steeds niet wat het woord huts nu eigenlijk betekent. Maar als u het weet, ga gewoon even naar onze website. Ik wens u een fijne avond en graag tot de volgende keer. Dag. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eetcafé 9, Beer, Food and Wine. EP Rikkelman, uw elektrospecialist. Stage Event Equipment en Kalman Media Producties.